Vandaag was de eerste Kamerdag van het nieuwe politieke seizoen. En toen ik vanochtend een blik had geworpen op de landelijke grote ochtendbladen, dacht ik van, de obsessie voor de islam is ook weer begonnen. Want de Telegraaf opent met de kop, hoogleraar roept moslims op afstand te nemen van aanslagen. En dan denk ik bij mezelf, dat is zo'n achterhaalde discussie, daar wordt al zo lang over gesproken. Daarvan hebben we ook heel duidelijk aangegeven, waarom zou je als moslim afstand moeten nemen van iets wat al zo ver van je afstaat? Maar daar stopt het niet bij. De Telegraaf doet dat, is te verwachten. NRC Handelsblad. Kuwait spekt moskeeën met miljoenen. Wordt de suggestie gewerkt dat het om heel veel moskeeën gaat in dit land. Maar we hebben in Nederland een politieke partij, de PVV, die wordt gesponsord en gesubsidieerd door islamofobe, xenofobe clubjes uit het buitenland. Wij vinden het dus prima in Nederland dat een politieke partij invloed krijgt in onze democratie, in ons parlement. Vinden we geen probleem. Maar als het hierover gaat, dan wordt het heel groot uitgepakt. De Volkskrant. Moslimkoepel haalt uit naar school salafisten. En dan vraag je je af, waar komt die obsessie voor de islam vandaan? En hoe zou je als gemiddelde lezer van zo'n krant hierop reageren? Jarenlang wordt aan de hand van dit soort artikelen het klimaat gecreëerd van angst, het klimaat gecreëerd van verdeeldheid, het klimaat gecreëerd waardoor mensen de behoefte hebben om tijdens een weekend op een dak op een moskee te gaan staan met leuzen die zijn voorgedicteerd door Geert Wilders. We zagen het gisterochtend nog bij een Amsterdamse school. Mannen met bivakmutsen die kinderen angst aanjagen met opnieuw teksten van Geert Wilders. En tegelijkertijd zien we aan de andere kant van de wereld dat de Rohingya-moslims van huis en haard worden verdreven. 100.000 mensen die op de vlucht zijn, mensen die worden omgebracht vanwege hun religie. En wij hebben daar mondelinge vragen over aangemeld in de Kamer. Die werden niet toegekend. Dat was niet politiek actueel genoeg blijkbaar. Dus aan de ene kant zien we dat er verschillende pogingen al jarenlang worden ondernomen om een schijnwerkelijkheid te creëren waar heel veel mensen in geloven. En aan de andere kant zien we de realiteit. 100.000 mensen die huis en haard hebben moeten verlaten voor een veilig onderkomen. Wat een dubbele maat. Ik vraag je om hier tegen uit te spreken. Deel deze boodschap.